Een groep jonge agrariërs verzamelt zich met trekkers en spandoeken bij de ingang van de informatiebijeenkomst over de toekomstige zonneweide in Berkhout. Waarom zijn jullie tegen? Omdat dit ten koste gaat van kwalitatief goede landbouwgrond en er al een hoge druk is op de grondmarkt onder de agrariërs. En het alleen maar erger wordt. Er zal nooit een stuk land bij komen. Gedeputeerde Jaap Bond gaat het gesprek met de boeren aan. Ze zien het liefst dat de zonnepanelen op daken van gebouwen worden geplaatst in plaats van een zonneweide. Begrijpt u hun zorgen? Aan de ene kant dus niet, omdat ze al heel lang weten dat er geen bestemming agrarische grond op zit. Dus er gaat geen agrarische grond verloren in dit geval. Ik ga wel kijken voor hun wat ik kan doen in de vorm van compensatie, pacht. Want dat zijn jonge ondernemers, jonge bedrijven. Veel inwoners komen naar de markt om zich te laten informeren. Ook kunnen ze wensen en ideeën aandragen. De gemoederen blijven verdeeld. Ik ben voor. Wij vinden het zeker interessant en leuk dat het hier wordt uitgenodigd. En daarnaast heb ik ook eigenlijk wel mijn twijfels of er überhaupt naar ons geluisterd wordt. Ik word inwoner van Berkhout en het lijkt mij goed om de stroom groen te krijgen in mijn huis. Ook Annette Woed van de actiegroep Berkhout is boos is aanwezig en vraagt om duidelijkheid over de bestemming van het Distriport-terrein, dat nu nog als bedrijventerrein bestempeld is. Maar ja, Bond verzekert dat Distriport verleden tijd is en dat er nooit meer een bedrijventerrein komt. Wat gaat het voor de inwoners betekenen, voor de regio, als het zonnepark er eenmaal is? Nou, dat er, als het gaat om landschappelijke inpassing, dat ze qua horizonvervuiling er geen last van gaan hebben. Want het is een totaalgebied van 110 hectare. Dus een deel daarvan wordt ingericht als zonneweide. En dat betekent dat je ook de omliggende gebieden gewoon groen kunt houden. Of de zonneweide er daadwerkelijk komt, is aan de Raad van Kocheland die daarin een besluit moet gaan nemen. Als de plannen doorgaan, zou de zonneweide in zomer 2020 gebouwd gaan worden.